athletic. Oh, het is veel te laat. Ik had te lang moeten trainen. Nou, nog even de verf dicht. Zo. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Ferdinand, uw online reporter van vandaag. En vandaag ga ik het vierdaagse gevoel van dag 2. Daar ga ik naar op zoek. En daar heb ik een afspraak voor met een jonge man. Hartstikke afgetraind. Hartstikke topgozer. Die schijnt hier ergens in de buurt te zijn. Dus we gaan naar hem op zoek. Lekker. Ja, hè? Ik dacht dat we elkaar al eerder zouden treffen. Wie ben je dan eigenlijk? Ik ben Ferdinand en wij hadden een afspraak om het gevoel van de Vierdaagse onder de aandacht te brengen en eens kijken hoe dat nou leeft hier zo. Maar ik kijk hier zo om me heen. Is dit het nou? Het bruist. Ik was vanochtend een beetje aangeschoten. Ik heb een lange nacht gehad. Akkoord. Maar ken je mij precies de symboliek van het Vierdaagse eens even beschrijven? Ja, het is gewoon lekker lopen. Maar pas als je in het centrum van Nijmegen komt, dan gaat het echt los. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, hier is het heerlijk rustig. Dan kunnen we rustig een biertje drinken. Wil je misschien iets anders drinken dan... Nou, wat heb je? Een dubbelfrisje. Durf je dat? Normaal drink ik niet, maar... Nou, even proberen hoor. Proost. Proost. Ik moet zeggen... Het is best lekker met dit temperatuurtje. Maar, enfin, lekker zeg. Lekker wat, zeg. Waar moet ik aan denken in de Hertogstraat? Wat is dat precies? Nou, daar begint het feest. Vooral bij Casa 56. Roze Woensdag leeft. Maar wat is dan Roze Woensdag? Potten en geeflekkers. Hamer op. Stop! Stop! Vertel me de bier over! Vertel me de bier over! Weet je wat? Loop maar mee naar Nijmegen. Is goed! Beetje doorlopen, hè? Paul Gooi, sinds wanneer bestaat dat? Nou, ik zou hier echt niet doodgevonden willen worden. Heren, hoeveel inwoners heeft dat? Beuningen. Prinsen, zet hem niet op de kaart, mensen, zet hem niet op de route. Zo, de pieke uvel hierheen. Ik heb de blauwe poten staan, de deels
stap hier. Kom op, dit is nog een klein stukje. Waar moeten we heen dan? Hier omhoog, gaan we links. Zijn we er bijna. Waar zit Thies? Vertel maar dat het daar goed is. Hier begint het feest, Ferdinand. Hier begint het feest. Hier hebben we die hele stuk voor gelopen. Oh man, nu begint het echt. Te gedragen hier. Wat is het? I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I was not... Ja, zo, die praat een stuk makkelijker. Ja, toch? Woensdag 22 juli staat de vierde editie van K56 Roze Woensdag weer op het programma. Na drie daverende succesjaren gaan we ook dit jaar weer een groot feest maken. Cancel al je afspraken. Verzet je vakantie. Zorg dus gewoon dat je er weer bij bent. Zoals jullie van ons gewend zijn, is de uitnodiging ook dit jaar weer strikt persoonlijk. Betekent dus geen busladingen bejaarden, no surrender, satudara buiten de deur of aangewaarde vrienden. Gewoon lekker voor jezelf. Woensdag vanaf 11 uur. Gaan we een groot feestje maken. Zorg dat je erbij bent. Check je later. Ciao, ciao.